Het gaat over de chemogel. Voor wie is het? Chemogel is ontwikkeld voor patiënten met kanker van het buikvlies. Het zijn vooral patiënten die uitzaaien met een buikvlies. Komt heel veel voor, veel meer dan je zou denken. Daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Op dit moment kunnen we die behandelen met een operatie en kortdurend chemotherapie toedienen. Maar we willen naar een situatie toe waarin je die chemotherapie veel langer in de buik kunt toedienen aan deze patiënten. Okay. Jullie werken samen, of wij werken samen met twee partijen. Mm-hmm. Wat gaan jullie precies doen? Nou, wij hadden het idee om een verlengde afgifte van die chemotherapie in de buik te realiseren. In de TU hebben ze een gel ontwikkeld die bedoeld is om chemotherapie langzaam af te geven. Dus de combinatie van dat idee met die gel was eigenlijk een hele goede combinatie. En in Maastricht hebben we een experimenteel lab waar we de werkzaamheid van die gel die we nieuw ontwikkeld hebben kunnen gaan uittesten om te zien of het zo goed werkt als dat we hopen. Wat is nou de rol van het Katharina ziekenhuis hierin dan? De rol van het Katharina ziekenhuis is dat wij deze patiënten behandelen. Dat wij zien waar de behoeftes liggen om onze behandeling te verbeteren. Dat we uiteindelijk ook het idee hebben gehad om het op deze manier aan te pakken. En dat idee dus samen met de TU en met Maastricht verder aan het uitwerken zijn. Oké, hoe werkt die gel precies? Die gel werkt zodanig dat je die in de buik zou moeten achterlaten. En dat die gel als het ware de chemotherapie voor langere termijn vasthoudt. En dan in de loop van een aantal dagen langzaam maar zeker de chemotherapie in de buik uitgegeven wordt. En op die manier heb je veel meer contact tussen de tumorcellen en de chemotherapie dan met de huidige behandeling. En we denken dat je daarmee een veel beter effect kunt realiseren.